Dag beste TV-Hattem-kijkers. Buiten kan het vriezen en ook dooien. Maar bij TV-Hattem lijkt dan toch eindelijk het voorjaar door te breken. De felbegeerde TV-studio in de kelder van het nieuw te bouwen zwembad lijkt door te gaan. Omdat wij een minimale plafondhoogte moeten hebben, die aanzienlijk hoger is dan de geplande, moet een deel van de keldervloer verdiept worden. Dat lijkt simpel, maar er komt nog heel wat bij kijken. Voor Uniek in Hattem is het zoeken naar slimme oplossingen dagelijks werk. Maar zelfs voor hen is deze klus een uitdaging. Wij houden u op de hoogte. Zo, en nu snel over naar de hedendaagse gebeurtenissen. Afscheid van beeldhouwer Jan Scholten. Mensen achter TV Hattem, de presentatrice. Bouw IJsselbrug vordert gestaag. VVD lanceert samen met IJsbaanvereniging een nieuwe opzet. En als laatste, Ton van der Worp haalt herinneringen op vanuit zijn jeugd. Veel plezier. Na meer dan 30 jaar lesgeven in beeldhouwen gaat de Oeleman weg bij Cultureel Hattem. Ondanks dat hij uit Zwolle komt, heeft hij veel voor Hattem betekend. Wij maakten een verslag van zijn afscheid. Ja. Maar u bent 88? 88, ja. Zo. En hoe lang beeldhouden we al? Nou, ongeveer, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar goed 40 jaar. Zo. En wat deed u voor die tijd? Ja, in de banketbakkerij. Zo, en waar? In Zwolle. Zo. Ik heb altijd met plezier gewerkt, maar ik heb ook met plezier opgehouden. En met ander werk beeldhouden. En hoe bent u in één keer op het idee gekomen om te gaan beeldhouden? Nou, dat is gekomen door mijn vrouw. Die zei, je hebt helemaal geen hobby. Je moet zien dat je een hobby krijgt. Want daar zitten ze de mensen allemaal mee als ze oud worden. Ja. En toen inmiddels stond er een advertentie in de krant van de Zwolse School voor Beeldende Kunst. Die begon met wat mensen op te leiden als hobby. Beeldhouden. En zo is dat gegroeid. Hebt u nog beelden hier staan? Of staat er nog wat van u? Ja, nee, in Hattem. Wel, bij Anna staan er wel wat. Nou, bij Anna? Ja. Van begin af aan met Henk Bering dat opgezet dat het beeldhouwerij van de grond kwam. Hier. Toen hadden wij al een klein semi-professionele club vanuit Zwolle. Hier in Hattem hadden we al een paar jaar dat we samenwerken en toen zei hij van, we moeten zien dat we ook wat voor mensen krijgen die daar, dat is in de toekomst van de beeldhouwerij. Jan neemt vandaag afscheid. Jan is al een tijdje geleden gestopt met het beeldhouwen. Hier dan althans. Hè. Ik heb ook gehoord dat je in het Zwolse nog af en toe wel wat hakt. Toen ik in 1995 hier kwam werken, wist ik niet wat ik aantrof. In wat ik toen noemde het varkenshok van de Van Allerhof. Enorme stofbende. Maar, ik zeg het wat oneerbiedig, hè, dat varkenshok, maar daar werden toch ontzettend, ontzettend mooie dingen gemaakt. Ik ga jou bedanken namens de stichting. Bied je wat aan. Jan, ontzettend bedankt dat je er altijd was. Beste mensen. We gaan afscheid nemen van deze man. Als deelnemer van jouw laatste beeldhouwgroep in Hattem mag ik je dit herinneringsboek aanbieden. In dit herinneringsboek staan foto's en bijdragen van leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en bekenden van jou. Met Marcia Pijn was ze hartstikke creatief. En mijn vader adviseerde hem om ook maar eens wat in een stukje steen te maken. Want Suzanne deed dat ook. Die was op de hogeschool en die leerde de beeldhouwen en steenhakken. En dat was ook wel wat voor Jan. Want hij ging ook naar een cursus bij Beethoven van Velzen. Was Jan dan heel geïnteresseerd en die zegt, ik ga ook met. Is dat goed, Henk? Dat ben je dom. Want ik was ook bezig met een paar grote mozaïeken voor een of andere vereniging. En dat vond Jan ook wel heel leuk. Stukjes afval
kon je mooi gebruik maken waarvoor. Een stupie maken. Mooie oelen aan de... Oelen, zeg ik. Ja, mooie oelen aan de wand. En dat plak ik allemaal op mijn hand. En hoe lang heb je cursus gegeven hier? Nou, ik denk toch wel 25 jaar. Ja, ik denk wel meer, dacht ik nog. Maar officieel weet ik dat niet meer. In de rubriek Mensen achter TV Hattem vandaag een kijkje bij een presentatrice. In dit geval Janine van der Pol. Hey hoi, ik ben Janine van der Pol. Nou, zoals je ziet ben ik gekke paarden. Dit is mijn toppetje. Het is 3 jaar en hier besteed ik heel veel tijd en ik werk op de Van Heemster School. En ik werk nog in de boutique in de stad. Nou ja, wat wil je verder nog over mij weten, cameraman? Hoe oud ben je? Ik ben 21 jaar, bijna 22. In maart word ik 22. Dus nog lekker jong, hè? Ik presenteer het journaal, zoals jullie misschien al wel eens gezien hebben. En ik heb dus de TV Hattem kennisquiz presenteer ik. Ik heb in het begin ook wel eens gefilmd, maar dat vond ik toch wat minder leuk. Ik was meer zelf op pad en dat vond ik leuker. Hattem exclusief heb ik nog gepresenteerd. Maar ja, en verder eigenlijk altijd als er wel iets te doen is, dan ben ik er wel te vinden. Mijn moeder is ooit een keer geïnterviewd door TV Hattem. Toen ging ze een fietstocht doen voor de MS, voor de sponsortocht. En toen was Jan Bolberg, die zit er ook al heel lang bij TV, die zei van nou, anders ga je een keertje proberen om te presenteren. Nou ja, ik was nooit echt daar echt mee bezig. Maar goed, toch een keer gegaan en ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. En zo kwam van het een kwam het ander. Zo ben ik erbij gekomen en ik vind het helemaal leuk om de kennisquiz te presenteren, want het gaat met kinderen. Nou, ik ben gek op kinderen en natuurlijk kennis. Nou ja, het gaat me vooral omdat ik het leuk vind lekker met tv dingen bezig te zijn. De bouw van de IJsselbrug vordert gestaag. Want zaterdag 16 januari werden de dwarsliggers over de spoorwegovergang gehesen. Dat dit een spectaculair gebeuren was, ziet u in de nu volgende reportage. Wat gaat er vandaag gebeuren hier? Vandaag zijn we de eerste hoofdligger aan het inhijsen over de Gelderse dijk. Daar zijn we dit hele weekend mee bezig om vervolgens ook nog de tweede ligger en de tussenliggers in te hijsen. Dus dit weekend staat een grote kraan op de dijk die de zware elementen van 90 ton inhijst.
Dat is een hele operatie. Dat vraagt veel aandacht van onze mensen. En zeker met dit koude weer. Ja, het gaat allemaal niet zo snel. Maar het moet wel voorzichtig. Want voor je het weet, dan gebeuren er ongelukken. En dat willen we niet hebben. Met dit weekend dan ligt hier alles eroverheen. Met dit weekend liggen de liggers in lengterichting. En de komende dagen daarna worden dan ook de dwarsdragers ingehezen. Maar dat gebeurt met een kleinere kraan. En de fietsbrug, komt die er ook al direct achteraan? Nee, de fietsbrug wordt later ingehezen. Dat gebeurt later. Ah, ja. Ik weet niet precies wanneer. Zou ik even in de planning moeten kijken. De VVD neemt het zekere voor het onzekere. De winters in Nederland zijn niet meer zo betrouwbaar als vroeger. Onze huidige ijsbaan wordt niet ieder jaar efficiënt gebruikt. En dat is niet de schuld van het ijsbaanbestuur. Daarom lanceert de VVD samen met de Hattemer IJsbaanvereniging een nieuwe opzet. We hopen op een hele goede samenwerking en dat we beiden ons doel mogen bereiken. Oh, ja, daar gaan we voor. Ja, daar gaan we voor. Kijk. Dorette, wij staan hier bij de ijsbaan in Hattem. Waar normaal gezien volgens mij heel veel mensen schaatsen als dat kan. Helaas laat het weer en omstandigheden dat nu niet toe. Maar vertel, jullie zijn wel aanwezig.
We hebben net al even een toespraak gehoord in de kantine. Wat is jullie actie en waarom staan we hier nu? De actie van de VVD Hattem houdt in dat wij inderdaad staan voor een combibaan in plaats van de ijsbaan zoals die nu is. De ijsbaan zoals die nu is zal hier weg moeten. Er worden hier zorgwoningen gebouwd. Dat is gepland en die zullen in 2010 gebouwd gaan worden. En dus moet de ijsbaanvereniging verhuizen. Als je dan gaat verhuizen, dan moet je dat ook in één keer goed doen. En dan zul je dus een combibaan moeten gaan bouwen. Wat bedoel je met een combibaan eruit? Ja, dat snap ik, dat dat niet helemaal duidelijk is. Dus dat zal ik ook uitleggen. Een combibaan wil zeggen, dat is een baan in feite van asfalt. De voorzitter van de ijsbaanvereniging zal je het veel duidelijker kunnen zeggen wat het precies inhoudt. Waar het ons om gaat, is een combinatie van meerdere sporten op deze baan. Dat is waar wij voor zijn. Daar staan wij in feite voor. Wij willen graag dat de accommodaties meer gecombineerd gaat worden. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan, omdat op zo'n baan kan in feite de ijsbaanvereniging natuurlijk zeer snel schaatsen, dat is gebleken op zo'n baan, maar een handbalvereniging kan er gebruik van maken, een skielenvereniging kan er gebruik van maken, gehandicapten kunnen erop sporten makkelijker, er zijn heel veel mogelijkheden op zo'n baan. Rollator race, ik noem maar zo even dat wat. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, nou, ja. Nee, maar ja. Het kan allemaal. Hè? Ik bedoel, als skieleren en trimmen, dan hebben we nog de atletiek misschien. Ja, het is maar net ook soort welke baan leg je in wat voor soort. En denk aan de kinderen en aan de buurtfeestjes die je kunt hebben. Wat is de respons tot nu toe geweest op deze plannen? Wij hebben het als een poll op onze website gezet. En we hebben ondertussen 94 mensen die gestemd hebben. En we hebben er nog maar een paar dagen op staan hoor. En we hebben 92 voorstemmers en 2 tegenstemmers. Dus het houdt wel wat in. Wij staan hier bij de ijsvereniging en het initiatief van de VVD omarmen jullie, heb ik zojuist gehoord van Dorette Tichelaar. Vanwaar het initiatief? We vinden dat een heel goed initiatief. Dat spreekt ook aan hier bij de inwoners in Hattem. En we willen dat zo graag als speerpunt gebruiken in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen aankomende. Kijk, je kijkt heel gauw negatief naar een ijsbaanvereniging. Zo van, ja, daar wordt maar 3 dagen in het jaar gebruik van gemaakt. Moeten wij nu kosten gaan maken als gemeente zijnde om hen te gaan verhuizen? En daardoor hebben wij contact opgenomen met die ijsbaanvereniging. En zo zijn we in gesprek geraakt. En zo hebben wij van de combibaan gehoord. Dus zo is het tot stand gekomen. Wij zitten nu met een situatie van een baan die niet goed is. Die is lek. Nou, hier kun je in de zomer niks mee. Want dat is gewoon drassig. Als je nu een combibaan hebt, en dat betekent heel simpel dat je dus een rondje beton erin legt, of asfalt, dan maar dus gewoon op een gegeven moment, je hebt niet zoveel water nodig om erop te zetten, misschien een centimeter of 10. Het is eerder bevroren, je kunt eerder schaatsen, je kunt langer schaatsen, en dat het grote voordeel is dat je dus in de zomer ook heel veel activiteiten erop kunt doen. Denk maar skieleren, hardlopen, trimmen, weet ik veel wat, noem maar op. Heeft u een voorbeeld van een baan die elders in gebruik is genomen? Ja hoor, dat is Arnhem, Dodewaard, Oldebroek, Apeldoorn. Paulenwerk is een goed voorbeeld. Speelt dit ook een grote rol in jullie nieuwe verkiezingsprogramma? Het speelt een rol. We hebben 4 thema's en 1 van de 4 thema's is heel Hattem actief. Nou, dan kunt u wel nagaan dat zo'n combibaan inderdaad daar een behoorlijke rol in speelt. En ik heb hier ook een ijsmeester naast me staan, meneer Oosting. Hoe is nu de kwaliteit van het ijs? Ja, we kunnen nu niet schaatsen, hoe ziet dat voor de komende tijd eruit? Het grootste probleem van de 3 ijsmeesters die we hebben, dat is dat we veel last hebben van sneeuw. We kunnen geen kant op met het sneeuw, want het zit nu allemaal op de dijkjes die we aan de binnenkant hebben. Maar het ligt ook gedeeltelijk op de baan. En als het niet vriest... Ja, dan krijg je een troep van hier tot Gunder. Dat werkt als een warme deken. En dat is voor de ijsvorming niet goed. We hebben wel 2 dagen zijn wel open geweest. Het was ook super gezellig. Maar ja, dat is de grootste ergernis van en het bestuur en ijsmeester. Dat we dus met dit probleem zitten. Ook dat het water zakt. We hebben elke keer een discussie. Moeten de water oppompen of water eronder pompen? Er blijft elke keer een discussie. En als we dit nog niet hadden, nou, dan hadden we een pracht van de baan. Ja, 8 is voldoende. Echt ijs. Okay. Maar dit is geen echt ijs, dit is sneeuwijs. Okay. Daar heb je zeker 10 nodig. Ja. En hoeveel mensen maken nu gebruik van deze baan? De 2 dagen dat we open geweest zijn, ik denk totaal ongeveer 2000 mensen. Hoeveel leden heeft u? We hebben, hoeveel was dat? 3500 leden. Dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. En u denkt ook dat die mensen lid blijven als er een combibaan komt? Nou, ik denk dat we er heel veel bij krijgen.
Want wij zijn nu 2 dagen open geweest, dus het animo dat er op een gegeven moment weer 280 nieuwe leden binnen 2 dagen uit. Dus het leeft enorm. Is nog meer Hattem actief? Wat is daar nog meer onder te scharen? Nou, dat is inderdaad dan dat je dus de combinatie wil maken van meerdere accommodaties. Je wilt een heel helder subsidiebeleid, zodat inderdaad het mogelijk is dat zeer veel mensen kunnen gaan sporten. We willen graag een combinatie met buitenschoolse opvang en met sporten. We willen heel Hattem actief hebben op zoveel mogelijke manieren, zo laagdrempelig mogelijk. Dat is waar wij voor staan. En hoe lang duurt het om zo'n baan te realiseren? Nou, om zo'n baan te realiseren zijn er een paar dingen. Ten eerste, waar leg je hem neer? Nou, dat doet de gemeente Hattem, daar mogen we nog even geen uitspraak over doen. Heb je zandgrond, heb je veengrond? Met zandgrond ben je zo klaar, maar met veengrond, dat zakt na. Dat betekent gewoon dat je een jaar daar zand op moet gaan leggen om de grond te laten inslinken. Dus dat is allemaal, dat zijn allemaal van die factoren, maar dan is de plaats dus belangrijk. Ik verwacht en ik zie het ook inderdaad gewoon gaan gebeuren in Hattem. Maar qua kosten heeft het niet zo heel erg veel om het lijfje. Het is goed te financieren. En dan denk ik van, nou, dit moet gewoon gebeuren. Dit moet een punt zijn wat inderdaad eigenlijk aan het einde van dit jaar gerealiseerd zou moeten zijn. De maker van de miniserie, Ton van der Worp, haalt herinneringen op, dacht dat alle afleveringen al uitgezonden waren. Niet dus. We vermoeden dat we sommigen onder u een plezier doen met deze allerlaatste aflevering. Deze muur vond ik geweldig, want dat was dus niet zomaar een kaarsrecht geval, maar met de bocht erin. En in mijn grootouderlijk huis had je ook dergelijke muren, die waren bepleisterd, maar dat was niet recht toe recht aan. Dat had hier en daar welvingen, dat vond ik heel interessant. Wat ik als kind geweldig boeiend vond, want ik was dat niet gewend als stadsjongen. Hier hing een gaslantaarn en in mijn herinnering een erg mooie lantaarn. En 's avonds kwam dan nog een heuse lantaarnopsteker om dat ding aan te steken. Een gasvlammetje. Prachtig, prachtig was dat. In het huis van mijn grootouders, op wat vroeger nummer 133 was, was een van de interessantste onderdelen, vond ik, de kelder. Dat was en dat is misschien nog wel zo, een Romaans bouwwerk, dus met de Romaanse gewelven. En daar was het altijd koel, ze had geen koelkast nodig. En vanuit die kelder liep een gang die in tijdens de 80-jarige oorlog onderdeel uitmaakte van een gangensysteem waardoor men in geval van beleg de stad kon verlaten. Je mocht er als kind volstrekt niet binnen gaan, want het was natuurlijk levensgevaarlijk. Maar dat deed je natuurlijk wel, totdat je toch bang werd van de duisternis. En ook het rook ook een beetje vochtig, maar het was heel erg boeiend. En een ander boeiend deel van het huis, dat waren de zolders. 2 zolders, voor en achter. En op de achterste zolder mocht je van mijn grootmoeder niet komen, want, zei ze, af en toe spookt het daar. Want daar heeft zich iemand op gehangen. En wel aan een ketting. En dan later wees ze ook de plek aan, er was een haak waaraan die ketting was, waaraan die man zich met zijn ketting had opgehangen. En af en toe zei mijn grootmoeder, die een tikje bijgelovig was, kon je dat rammelen van die ketting nog horen. En ze was een beetje bijgelovig en een beetje helderziend. Ze was daar zelf bang voor, want het paste natuurlijk niet in een gereformeerd patroon. Maar ze had bijvoorbeeld clairvoyance. Dat betekent dat ze vooruit dingen zag.
Zo had ze, dat, daar was ik bij, een keer dat ze zei, ik heb heel akelig gedroomd, want ik zag een begrafenisstoet en er liepen die en die en die mensen bij. En die moesten van verre komen, hoe kan dat nou? En een paar dagen later trok die begrafenisstoet met die mensen door deze straat. Dat vond ze heel griezelig. En ik als kind natuurlijk heel interessant. Nou, hier was vroeger een ijssalon. Lammy heette die. En als wij hier in Hattem logeerden, dan vond mijn moeder niets plezieriger dan hier een ijsje te eten. En dat deed ze dan vaak samen met Ali van der Worp. En beide dames hadden wat problemen met hun gewicht, zal ik maar zeggen. En vond Ali als verontschuldiging, en dat is bij ons thuis ook een gevleugeld woord geworden. Ze was dus wat, ze had de neiging om iets corpulent te zijn. Ik kan er niks aan doen. De eer heeft me zo en mak. Dit is mijn overgrootvader geweest. Hij moet een heel sociabel mens geweest zijn met veel initiatieven. Hij had een boekhandeltje en was ook kerkelijk zeer actief. En hij is de grondlegger geweest van dit gebouwtje. En het verhaal wil dat toen deze eerste steen gelegd werd, hier een aantal mensen natuurlijk bijeen verzameld waren. En dat toen een gordijn werd weggetrokken en de steen zichtbaar werd. En dat toen zijn vrouw, mijn overgrootmoeder dus, Tonia Wendt, direct zag dat hier een fout was. Want hier had nog een A moeten staan, want de man heette Arend Jan. En ze was zo kwaad dat ze woedend wegliep. Dit gebouw werd in de tijd gebruikt voor wat nu zou heten het verenigingsleven. Er werd catechisatie gegeven. Er zullen een mannen- en een vrouwenvereniging geweest zijn. En alles wat maar te maken had met christelijke verenigingsactiviteiten vond hier plaats. En het jaartal 1897 rijmt op het jaartal van de kerk. Dat is, meen ik, ook van 1897. Dan moet ik even kijken. Ja, boven de pastorie is dat, ja. 1897. Dus het is in dezelfde jaren gebouwd. De pastorie is heel ruim bemeterd, maar dat hoorde in die tijd zo. Hier kwam ik dus als kind ook heel graag, want ik was geen molen gewend. En die deuren stonden bijna altijd open. En alles was een beetje wittig onder het meel. En niets mooier dan wanneer die molens draaiden, die wieken. Met een geweldig geweld. Daar kon je als kind met ontzag naar kijken. En mijn vader vertelde de anekdote dat in der tijd de molenaar een knechtje had, Hetebrei heette die. En die trok zich wel eens terug, helemaal boven in de molen. En dan riep de baas van onder, jongen, wat doe je toch? En dan riep de man, baas, ik pijn ze. En waarschijnlijk was de jongen wat depressief. En op een zekere keer werd het touw neergehaald. En toen zat er niet, zoals gebruikelijk, een zak meel aan. Maar de jongen heette Brei. En die uitdrukking baas, ik pijn ze, is bij ons ook een gevleugeld woord geworden. Dit was dan echt het laatste deel van deze serie. Tom van der Worp maakte afgelopen zomer ook nog van de gelegenheid gebruik om voor de camera wat Hattemer bijnamen in zijn herinnering op te roepen. Hij zal er over een tijdje een aantal noemen. Als TV Hattem zijn we vooral nieuwsgierig naar de herkomst van zo'n bijnaam. Waarom noemde iedereen hem of haar ineens zo?
Als u de herkomst weet van een aantal namen, meldt u het ons dan even. En dan nog even dit. Zoals u weet zijn er op 3 maart ook in Hattem gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Hattem heeft, in samenwerking met RTV Hattem, een lijsttrekkersdebat georganiseerd in de Marken. Het is op woensdagavond 17 februari. En ook u kunt die avond met uw vraag of opmerking in de rechtstreekse radio- en tv-uitzending komen. Bent u politiek helemaal niet geïnteresseerd, maar heeft u wel een uitgesproken mening over een bepaald raadsbesluit in Hattem? Reserveer 17 februari dan in uw agenda. Tevens maak ik u erop attent dat vanaf volgende week, dus vanaf 5 februari, de eerste aflevering zal worden uitgezonden van de Hattemer Kennisquiz. Tussen 6:30 en 7:00, voorafgaande aan het Hattemjournaal, zal op 4 opeenvolgende weken deze quiz worden uitgezonden, die de groepen 8 van de basisscholen testen op hun kennis van Hattem. Kijken dus! Na dit lange slot neem ik afscheid van u. Ik zie u graag over een week. Tot dan! Dag.